In deze video vertellen we je wat meer over de installaties van uw woning in Havenkade. Allereerst de keuken. Hier ziet u het keukenblok van uw woning. Uw keukenblok bestaat uit drie onderkasten met daarin twee lades en drie bovenkasten. En in de kasten zitten ook planken, zoals u hier ziet. Nou, dan door naar de onderkasten. In het middelste kastje onder de kraan zit ook een loze leiding. En die vindt u hier achter deze waterleiding. En de loze leiding herkent u aan de witte deksel die erop zit. En u kunt deze gebruiken als u besluit een vaatwasser te nemen, de elektra van de vaatwasser loopt hier dan doorheen. Ook is er een aftapping voor de waterkraan. De afvoer, stroom en waterkraan moet u uiteindelijk zelf regelen. In uw keukenblok is geen afzuigkap aanwezig. Wilt u een afzuigkap plaatsen? Zorg er dan voor dat dit een recirculatiekap is. Deze afzuigkap filtert de lucht in de keuken en blaast de lucht weer schoon de kamer in. Een recirculatiekap hoeft u niet op een afvoer aan te sluiten. De filter van een recirculatiekap moet u bij normaal gebruik. Zelf om de twee jaar ongeveer vervangen. Dan door naar de woonkamer. In de woonkamer hangt de bediening van de mechanische ventilatie. De mechanische ventilatie zorgt ervoor dat er altijd gezonde lucht in uw woning is. En dit kastje meet de hoeveelheid CO2 in uw woning. Om te kijken of de mechanische ventilatie goed werkt, drukt u op deze ronde knop. Nou, het lampje brandt groen. En dat betekent dat de luchtkwaliteit goed is. De mechanische ventilatie loopt altijd automatisch. Nou, hier ziet u de standenschakelaar. En hiermee wisselt u naar een andere stand. En zoals je ziet zijn er drie standen. De motor staat altijd standaard op stand 1. En u kunt deze ook nog op stand 2 of 3 zetten. Bent u bijvoorbeeld aan het koken of aan het douchen? Dan is het handig om stand 3 te gebruiken. Heeft u mensen op bezoek, dan kunt u bijvoorbeeld stand 2 gebruiken. Nou, naast deze drie standen ziet u ook nog een klokje. Drukt u deze in, dan staat de ventilator nog voor 10 minuten aan op de hoogste stand. Drukt u deze twee keer in, dan nog voor 20 minuten. U kunt dit bijvoorbeeld doen na het koken. De laatste lucht van het koken zuigt hij dan weg en daarna gaat hij automatisch uit. Nou, dan gaan we door naar de aansluiting voor uw televisie of uw andere netwerkapparaten. Allereerst ziet u hier de CAI-aansluiting en deze kunt u gebruiken voor uw televisie. Nou, dan ziet u hier de ITP-aansluiting. Hier sluit u de UTP-kabel of ook wel internetkabel op aan om uw apparaten aan te sluiten op het netwerk. En deze kunt u dus ook gebruiken voor uw tv of telefoon. De thermostaat hangt ook in de woonkamer. Hier ziet u de thermostaat. Op dit moment ziet u dat het hier nu 17,5 graden is in deze ruimte. U draait naar rechts als u de temperatuur wilt verhogen. En wanneer u weer naar links draait, dan uh, ja, gaat de temperatuur weer naar beneden. Ziet u een vlammetje staan. Dat betekent dat hij bezig is met opwarmen. Zoals u hier ziet. Nou, we gaan door naar de gang waar we allereerst de meterkast induiken. U ziet hier de stadsverwarming. En deze is van Vattenval. Daarboven ziet u dit kastje. En in dit kastje leest u de warmte af. En deze is vooral voor u belangrijk om het aantal gigajoules af te lezen. Deze herkent u aan dat er GJ onder staat. Ja, dit is belangrijk, want dit is waar u voor betaalt bij Vattenval. Daarnaast zit hier ook nog de watermeter op de grond in de meterkast. Uh, staan de hendels, de blauwe, staan die met de leiding mee, dan staan ze open. Staan ze haaks op de leiding, dan staan ze dicht. Tegen de achterwand van de meterkast vindt u ook nog de elektrameter. En met de blauwe knop op de elektrameter kunt u door het menu heen. En hierop kunt u een aantal zaken zien... Zoals wat de meterversie is, het actuele tarief en of deze hoog of laag is. En wat voor u vooral belangrijk is, is dat u kunt zien wat uw verbruik is geweest. Boven de elektrameter vindt u ook nog de groepenkast. Deze groepenkast bestaat uit, uit, uit meerdere groepen, waarbij elke groep weer verantwoordelijk is voor een stroom in een gedeelte van de woning. Um, heeft er kortsluiting plaatsgevonden? Kijk dan op de. Even van ja, welke apparaten zijn er gekoppeld aan welke groep om erachter te komen waar die kortsluiting precies heeft plaatsgevonden. Nou, hier ziet u de videophone en deze hangt in de gang. Belt er iemand bij u aan, dan kunt u met het horentje linksonder opnemen en terugpraten. U kunt de deur vervolgens open doen door op de sleutel te drukken. Nou, dan gaan we door naar de berging. In de berging vindt u de aansluiting voor de wasmachine. Je ziet hier bijvoorbeeld een stopcontact, een waterkraan en ook nog een afvoer. Wilt u een droge neerzetten, dan is hier alleen deze afvoer voor gemaakt. U ziet hier ook een loze leiding voor de elektra.